Tientallen vertrouwelijke documenten van de politie hebben op internet gestaan. Het gaat om onderzoeken naar moordzaken, jihadverdachten en criminele organisaties. De politie heeft 1 medewerker op non-actief gesteld. En verder het nieuws vandaag. Naar de stembus in 6 gemeenten. En de Karel Doorman lost materiaal voor ebola-bestrijding. Goedenavond. Door een lek bij de nationale politie zijn tientallen vertrouwelijke documenten op internet terechtgekomen. Met daarin informatie over informanten, telefoonnummers van rechercheurs, het netwerk van een hoofdrolspeler van een criminele organisatie en geheime informatie over jihadverdachten. En al die gevoelige informatie was eenvoudig te vinden via Google. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak die vandaag door NRC naar buiten is gebracht. Zelfs informatie van de criminele inlichtingeneenheid, een strikt geheime afdeling binnen de politie, was op internet te vinden. Het was heel eenvoudig. De naam van de verdachte intikken op Google en de dossiers kwamen naar boven. Over moordzaken en overvallen, maar ook tientallen documenten over criminele organisaties en jihadverdachten. Foto's en adressen, maar ook de namen en telefoonnummers van rechercheurs en officieren van justitie. Normaal gesproken staat alle geheime informatie van de politie op goed beveiligde servers. Maar een systeembeheerder van de politie heeft een deel van die informatie op het niet beveiligde deel van de website van een familielid gezet. Op die manier werd de informatie zichtbaar. De documenten zijn inmiddels offline gehaald en de systeembeheerder is op non-actief gesteld. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt het onacceptabel dat vertrouwelijke informatie van de politie openbaar is geworden. We moeten gewoon absoluut zorgen dat hier ook geen schade voor komt in het kader van de onderzoeken die hier aan de orde zijn. Maar dit kan echt niet. Ik ben rotgeschrokken. Verslaggever Kees van Dam is bij de Nationale Politie in Den Haag. Ja, Kees, hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Ja, om die vraag goed te kunnen beantwoorden zou je eigenlijk moeten weten wat het motief is geweest van de systeembeheerder. En dat motief dat kennen we niet. Wilde die bijvoorbeeld vrienden helpen in het criminele circuit of wilde die juist bevriende collega's bij de politie helpen? We hebben hele interessante gesprekken gevoerd vandaag met experts op het gebied van internetbeveiliging. En die zeggen wat je ziet is dat bij organisaties de systemen zo ingewikkeld zijn geworden en vaak ook zo goed beveiligd dat er voor mensen op de vloer eigenlijk nog nauwelijks mee te werken valt. En dan gebeurt het dus geregeld, zo zeggen deze experts, dat een systeembeheerder dan wat informatie eventjes wat apart zet op een plek die makkelijk toegankelijk is. Eigenlijk alleen maar om een collega het werken wat makkelijker te maken. Ja, kijk, organisaties, zeker als de politie, die hebben natuurlijk hele strenge regels over hoe je met dit soort informatie moet omgaan. En die zullen ook voor hun ICT gelden. Het probleem is alleen, als je die regels heel streng maakt, dan gaan mensen zelf oplossingen verzinnen om gewoon van dag tot dag hun werk gedaan te krijgen. Dus hoe strenger je bent, hoe meer je ook uitlokt dat mensen zelf onveilige alternatieven gaan gebruiken. De politie staat onder druk, die moet gewoon extra hard werken. Zeker rondom de jihadisten die hier misschien rondlopen. Daar staan 24 uur per dag observatieteams op. En dat blijkt ook uit de stukken die nu online stonden, dat die mensen dat onder hele hoge druk moeten doen. Dan is het wel makkelijk als je vanuit de auto vrij eenvoudig bij je gegevens kan komen. En misschien heeft de systeembeheerder hun dus willen helpen door het op een plek buiten de politie online te zetten. En daarbij heel erg knullig gehandeld door totaal niet na te denken over hoe je dan de beveiliging ervoor moet regelen. Ja, Kees, is al duidelijk wat de gevolgen zijn van dit lek? Nee, dat is toch allemaal een beetje te vroeg voor. De Rijksrecherche heeft de zaken in onderzoek en ik denk dat die op dit moment vooral ernaar kijken of er maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid te garanderen van officieren van justitie en politiefunctionarissen. Want gegevens van deze mensen zijn mogelijk naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld ook met welke zaken ze bezig zijn. En ja, moet je misschien ook wel overgaan tot het beveiligen van tipgevers en infiltranten in het criminele circuit. Verder kijkt de politie op dit moment, of de Rijksrecherche moet ik zeggen, kijkt ook naar hoe lang dit lek heeft bestaan en wie er allemaal daar heeft naar zitten neuzen naar informatie. Allemaal in het besef uiteraard dat als je eenmaal iets een keer op het internet hebt gezet en, als je daarna hebt gewist dat je absoluut niet zeker weet of het allemaal is verdwenen. Dus je kunt er ook van uitgaan dat op dit moment criminelen die een beetje handig zijn
met een laptopje zitten te surfen en op zoek zijn in de digitale wereld naar interessante informatie. Kees, dankjewel. Bijna een half miljoen mensen mogen vandaag stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. En dat allemaal vanwege herindelingen. De verkiezingen die zijn in Den Bosch, Nissewaard, Groesbeek, Os, Krimpenerwaard en in Alkmaar. 3, 2, 1. Ja, daar gaat ie. Kijk, ik hou de strik vast. Om 12 uur vannacht werd deze tweeling 18 jaar oud. Ze mochten meteen stemmen met de burgemeester in een jongerencentrum in Alkmaar. Speciaal voor die jongeren ging er een stembureau open tijdens de nachtelijke uren. Even later om 6 uur gaat er een mobiel stembureau open bij het station in Den Bosch. Even verderop bij het oude stadhuis van deze stad gaat net als overal waar gestemd wordt het reguliere stembureau open. Die is niet altijd geopend, maar nou bent u welkom. Als lokketje voor de kiezers mag er een blik geworpen worden in de kamer van de burgemeester. Dank u, hier allebei invullen. Ja, en de blauwe bank direct en de witte in de witte bank. Oké, dankjewel. In Gelderland, in Groesbeek, wordt ondertussen ook gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Rond het middaguur het stadhuis van Alkmaar, waar vooral op lokale partijen gestemd wordt, of op een vriend of kennis van een landelijke partij. Ik had een kennis hier zo en die is in de politiek gegaan en daar heb ik dan maar op gestemd. De kleur maakt niet uit? Nou, een beetje blauw. Het is gelukt. Wat gaf de doorslag? Het milieu, zeg maar. Of dat in het programma staat. Dat is groen dus? Ja, zeker. En links. Terug in Den Bosch, waar ze het op een stembureau aan het begin van de avond weer drukker krijgen. Tot 9 uur kan er nog gestemd worden. En politiek redacteur Ron Vreese is inmiddels al in het stadhuis in Den Bosch, waar vanavond de uitslagenavond is. Die is nog rustig. Ja, Ron, hoe is het met de opkomst? De opkomst is lager dan 4 jaar geleden. Hier in Den Bosch, ook in Os en Alkmaar en die andere plaatsen waar vandaag gestemd kon worden. Een lage opkomst dus. En dat is iets wat je eigenlijk altijd wel ziet bij dit soort tussentijdse herindelingsverkiezingen. Dat er weinig animo over is. En dat heeft voor een belangrijk deel natuurlijk ook te maken met het feit dat er weinig media-aandacht was. Er is geen grote verkiezingscampagne met debatten en zo aan vooraf gegaan. Dus een lage opkomst. Maar is die uitslag van vanavond nou nog van enig belang voor de partijen in Den Haag? Het is in ieder geval niet zo dat ze na vanavond weten hoe ze er landelijk voor staan. Daar zijn deze verkiezingen echt veel te atypisch voor. En dat komt door een paar dingen. De groep kiezers die vandaag naar de stembus mocht is beperkt. De opkomst, ik zei het al, is laag. Dat doen vooral heel veel lokale partijen met lokale kwesties mee. PVV doet niet mee. Al die zaken vertekenen het beeld. En je kan er dus landelijk niks uit concluderen vanavond. En toch zal je zien dat er een paar partijen zijn die vanavond proberen hun eigen feestje te vieren. D66, CDA, SP, partijen die op winst rekenen bij deze verkiezingen. En die zien dat dan weer als een belangrijke opmaat naar de hele belangrijke statenverkiezingen volgend jaar maart. Ook als we een Eerste Kamer kiezen dan. Zij zien winst vandaag bijvoorbeeld als een manier om een beetje in de winning mood te komen voor die verkiezingen. Dat is trouwens dezelfde reden waarom VVD en Partij van de Arbeid zich vanavond heel erg gedijst zullen houden. Die verwachten vandaag helemaal geen winst, dus die blijven het liefst een beetje buiten beeld. Maar ook omdat zij zeggen, deze verkiezingen hebben landelijk eigenlijk geen betekenis. Dus het is hier in deze zaal waar het nu nog rustig is. Vanavond vooral de lokale politiek die kan feesten of een treintje kan wegpinken. Ron, dankjewel. En de NOS heeft sinds vandaag een vernieuwde website. En daar vindt u natuurlijk het laatste nieuws. En vanavond natuurlijk ook alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. De aanslag op een synagoge gisteren in Jeruzalem heeft een vijfde slachtoffer het leven gekost. Een politieagent overleed in het ziekenhuis. De spanning in de stad is verder toegenomen. De veiligheidsmaatregelen zijn opgeschroefd. En de inwoners van de stad, zowel de Israëliërs als de Palestijnen, voelen zich steeds minder veilig. Niet alle schade is hersteld, maar de synagoge waar gisteren nog de bloedige aanslag werd gepleegd is weer open. En er wordt weer gebeden. Wij laten ons niet raken, zo lijkt de boodschap. This terrorist attack is not going to change anything. We're going to continue with our life. Maar dat gebeurt voorlopig niet zonder deze gewapende militairen die de ingang nauwlettend in de gaten houden. Ook op andere plekken in Jeruzalem is de beveiliging opgevoerd.
Want na de verschillende aanslagen van afgelopen weken staan de verhoudingen tussen Palestijnen en Joden op scherp. Hier achter me Jeruzalem, Palestijnse en Joodse wijken vlak naast elkaar. Maar door het recente geweld wantrouwen de inwoners elkaar steeds meer en willen ze elkaar steeds meer ontwijken. Gisteravond nog, na de aanslag, gingen rechtsradicale Joden de straat op. Wij willen niet met ze samenleven, was een van de leuzen. Because we as Jewish cannot sit anymore in our houses and wait for this Muslim to come and slaughter us. Ook Palestijnen voelen zich niet veilig meer op straat, maar ook zij laten zich niet in een hoek drukken. I was in the train, they looking me as a terrorist man. That what I feel. They looking me from up to down. And it's not good. Not all of the Arab tourists. شغلنا هون وحياتنا هون وربينا هون وقد ما يعملوا على الفاضي. Het huis van de Palestijn die eind oktober met zijn auto inreed op een tramhalte waarbij twee mensen werden gedood, werd vandaag vernietigd in opdracht van de Israëlische premier Netanyahu. De huizen van de daders van gisteren wacht hetzelfde lot. En dan ebola. Het aantal ebola-patiënten in West-Afrika is inmiddels gestegen tot boven de 15.000. Meer dan 5400 van hen zijn overleden. Vooral in Sierra Leone stijgt het aantal besmettingen. Om de crisis het hoofd te bieden, heeft het Nederlandse marineschip de Karel Doorman hulpgoederen gelost in de haven van Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, waar dat virus al een half jaar rondwaart. Nederland komt aan land in Sierra Leone met ruim 90 voertuigen en 20 volle containers. De ebola-epidemie woedt al een half jaar. Is de hulp wel op tijd? Een crisis ontwikkelt zich en op het moment dat je dan instapt denk je van goh, ik had er eigenlijk eerder moeten zijn. Aan de andere kant denk ik dat we nu wel degelijk op tijd zijn en dat onze hulpgoederen heel veel effect kunnen hebben, zeg maar, in de bestrijding tegen ebola. En ik verwacht ook dat de komende maanden de internationale gemeenschap in staat zal zijn om de crisis uit te dempen. Ze zijn belangrijk, al die goederen uit het buitenland. Maar wat ook nog steeds nodig is, is medisch personeel. Zijn artsen en verpleegkundigen. De roep om hen blijft onverminderd groot. De Nederlandse ebola-afgezant is zich van het personeelsprobleem bewust. Nederland, meent hij, doet wat het kan. Er werken hier ook al duizenden mensen in ebola-landen. Maar we hebben in Nederland natuurlijk ook net een campagne gestart van ebolajobs.nl om nog meer specialisten te werven. Nederlandse hulp is welkom. Maar ook Sierra Leone zelf moet met ebola aan de slag. Dat besef dringt maar langzaam door. We als Sierra Leoneans, we have to play our own role. Because mind you, the international community, they will do everything. But if we did not comply of what they are telling us, then I think the ebola, it will not stop. Ook de bemanning moet zich nu tegen ebola beschermen. De commandant geeft raad. Ervoor zorgen dat we zo goed mogelijk eigenlijk met die dreiging omgaan. Daarvoor hebben we medische protocollen ook in het leven geroepen, wat we heel strikt en gedisciplineerd naleven. Daarmee is voor ons het risico geminimaliseerd. En maak ik me wat dat betreft ook geen zorgen. En dus, al is het met de armen tegen de borst geklemd, kunnen de Nederlanders kennis maken met de mensen voor wie ze de hulp leveren. Maar aan boord moet alles ontsmet zijn. De Karel Doorman is inmiddels alweer vertrokken. De goederen worden de komende dagen en weken over Sierra Leone verspreid. Maar meer hulp zal voorlopig nodig blijven. Aisha, het 19-jarige meisje dat naar Syrië was gereisd om daar te kunnen trouwen met een jihadist, is weer terug in Nederland. En ook haar moeder is weer terug. Zij was na een noodkreet van haar dochter naar Syrië gereisd om haar daar weg te halen. Bij aankomst op Schiphol werd Aisha direct aangehouden. Het Openbaar Ministerie wil nog niet zeggen waarvan ze verdacht wordt. Ze is nog niet verhoord. De Koerdische stad Erbil in Irak is opgeschrikt door een zelfmoordaanslag. En daarbij zijn zeker 6 mensen omgekomen. De aanslag is niet opgeëist. In Irak zijn bijna dagelijks aanslagen, maar in het Koerdische Erbil is het relatief rustig. De laatste aanslag hier was in augustus en toen vielen er geen doden. Na een inval in Sonnenbreugel heeft de politie zo'n 100 jerrycans met chemicaliën gevonden. Die zijn waarschijnlijk gebruikt voor het maken van ecstasy. De jerrycans stonden in een garage in een woonwijk. De garagebox was verhuurd. De vaten hebben geen vloeistof gelekt.
Het blijft natuurlijk gissen wat er precies gebeurd zou zijn als dat. Maar dat dit goedje bij elkaar staat in een garagebox, dat is niet een fijne combinatie. Het is helemaal niet als het zo in een woonwijk staat, waar allemaal mensen wonen, kinderen spelen en noem het maar op. Er is nog niemand aangehouden. Ook in andere plaatsen in de provincies Brabant en Limburg zijn invallen gedaan. 26 Ajax-supporters zijn veroordeeld voor het gooien van vuurwerk tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PEC Zwolle. Ze kregen taakstraffen van 80 tot 120 uur. Ook mogen ze 2 jaar geen stadion in. 10 andere verdachten zijn vrijgesproken. En in Italië is de rivier de Po buiten zijn oevers getreden. Het water in de rivier staat meer dan 8 meter boven het normale peil. Dat veroorzaakt flink wat overlast. Huizen zijn ondergelopen. En een aantal belangrijke bruggen en wegen zijn onbegaanbaar. De overstroming van de Po is een gevolg van de hevige regenval van de afgelopen dagen. Bij de bevrijdingsactie na de Molukse treinkaping bij de Punt in 1977 zijn de kapers niet geëxecuteerd. Dat stelt minister Opstelten na nieuw onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Bij die bevrijdingsactie kwamen 6 kapers om het leven en 2 gijzelaars. 3 kapers overleefden het. Het onderzoek werd ingesteld nadat vorig jaar de autopsierapporten openbaar werden. Volgens de nabestaanden van de kapers zou uit de beschrijving van de verwondingen blijken dat 3 van de 6 omgekomen Molukkers van dichtbij zijn doodgeschoten terwijl ze geen verzet boden. Maar volgens minister Opstelten is nu aangetoond dat daar geen sprake van was en valt de mariniers die de actie uitvoerden niets te verwijten. Er was sprake van een weloverwogen besluit en van rechtmatig optreden. Er was geen sprake van executies. Het doel van de actie was om de ruim 50 gegijzelde passagiers te beschermen en te bevrijden. En om dat te doen was het nodig de gijzelnemers uit te schakelen of als men zich duidelijk waarneembaar overgaf aan te houden. De onderzoekers vinden dat een zeer ruim begrip, want wat is duidelijk waarneembaar? Ze lieten een reconstructie zien waaruit blijkt dat 5 van de 6 gedode kapers zich niet verzetten, maar kennelijk vatten de mariniers dat niet op als duidelijke overgave. Volgens de advocaat van de nabestaanden hadden ze dat wel moeten doen. Zij vindt dan ook dat het rapport juist heel duidelijk aantoont dat de kapers inderdaad zijn terechtgesteld. Dezelfde feiten leiden bij ons tot de conclusie executie, namelijk machteloze mensen doodschieten. De regering zegt het was zorgvuldig, het viel binnen de geweldsinstructie, wat die ook mogen geweest zijn. Wij komen tot een ander oordeel, maar de feiten zijn wel voor een deel erkend in dit rapport en dat is van belang. Maar Molukse organisaties hebben teleurgesteld gereageerd op het onderzoeksrapport. We gaan naar Gerry Eickhoff in Den Haag. Ja, Gerry, is met dit onderzoek nou de kous af? Rick, dat denk ik niet, want zoals je weet hebben de Molukse nabestaanden onlangs de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld voor de dood van de kapers, omdat ze vinden dat er echt veel te veel geweld gebruikt is. Nu, met dit nieuwe rapport in de hand mag je aannemen dat de regering die aansprakelijkheid afwijst. En dan is het weer logisch dat die nabestaanden een rechtszaak aanspannen om alsnog hun gelijk te krijgen. En bij zo'n rechtszaak zal er weer een heel nieuw onderzoek worden ingesteld, waarbij eventueel zelfs de betrokkenen uit die tijd, inclusief de mariniers, als getuigen kunnen worden opgeroepen. Ja, en denk je dat die nabestaanden van die kapers nou enig houvast hebben ook aan dit onderzoek? Misschien wel aan de feiten, maar niet aan de conclusies. In het onderzoek wordt met nadruk gesteld dat inderdaad enkele kapers van zeer korte afstand zijn doodgeschoten terwijl ze niet zich verzetten. Tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat dat was toegestaan omdat die kapers niet zich met nadruk overgaven. Niet riepen ik geef me over, ik geef me over. Daar wordt nog aan toegevoegd dat de 3 kapers die het overleefd hebben zich wel nadrukkelijk hebben overgegeven. Toch kun je je voorstellen dat bij een eventueel proces de rechter opnieuw zal willen afwegen of het gedrag van de dode kapers niet ook had moeten worden opgevat als overgave. En eenzelfde oordeel zal de rechter opnieuw moeten vellen over het gebruik van verboden munitie. In het rapport staat vermeld dat inderdaad verboden dum-dum-kogels zijn gebruikt, maar daarvan wordt geconcludeerd dat in dit geval het gebruik wel was toegestaan, omdat het verbod alleen betrekking heeft op internationale conflicten en niet op binnenlands gebruik. En ik denk dat een rechter wel heel lang zal nadenken voordat hij die conclusie overneemt. Het rapport is uitgebracht, maar het boek is niet gesloten. Er is juist een nieuw hoofdstuk geopend. Ja, wordt vervolgd dus. Gerry Eickhoff, dankjewel.
Dan nog even naar Amerika. Daar zijn ze helemaal in de greep van extreem winterweer. Gisteren was de koudste novemberdag in 40 jaar. Bijna in heel Amerika dook de temperatuur vannacht onder het vriespunt. Hier in het noorden van de Verenigde Staten zijn ze echt wel wat gewend. Maar zo koud, terwijl de echte winter nog moet beginnen, dat komt niet zo vaak voor. Op sommige plaatsen is bijna 2 meter sneeuw gevallen. Mensen kunnen hun huis niet uit en veel scholen en kantoren zijn gesloten. Het verkeer is hier en daar helemaal vastgelopen. Voor veel mensen zit er niks anders op dan in hun auto te overnachten. We don't know when we're gonna get out of here. We don't have food, we don't have water. I think we're maybe at about half tank gas. The snow is just coming down so much right now that I don't see us getting out of here for another day. If that, I mean, maybe even 2 days. 7 mensen zijn al omgekomen. 1 man werd doodgevonden in zijn auto. Die was helemaal ingesneeuwd. Gelijk door naar Marco Verhoef. Marco, 2 meter sneeuw, dat valt niet zomaar. Nee, daar heb je inderdaad wel het een en ander voor nodig. Ik wil u meenemen naar het grensgebied tussen Canada en de Verenigde Staten. Daar hebben ze het fenomeen lake effect snow. En dat betekent dat zeer koude lucht uitstroomt van Canada over de VS. En dan komt hij over dat meer. En dat meer, dat is warm water. En daar hebben we een beeld van. En dat beeld komt, als het goed is, nu. Dat komt op dit moment niet. Dan hou ik het gewoon bij dit. Ja, daar hebben we het beeld. Die koude lucht komt over het warme water. Dan gaat het eigenlijk als een pan op het vuur staan te dampen, dat water. Die waterdamp komt in de lucht. Lucht is koud, bevriest meteen weer. En dan gaat het heel hard sneeuwen. Nou, als die windrichting maar lang uit dezelfde hoek blijft waaien, dan krijg je dit soort strepen te zien over Lake Superior en Lake Michigan. En aan de achterzijde daarvan valt gewoon sneeuw. Nou, en eenmaal boven land blijft dat natuurlijk liggen. En dan kan dat ophopen tot 2 meter. En dat zijn echt forse hoeveelheden. Tot zover Amerika. Wij hebben voorlopig nog geen last van winterweer. Overigens, dit effect zou in Nederland ook kunnen bij het IJsselmeer. Maar goed, dan heb je het over een veel kleinere schaal en dat komt zeer zelden voor. Tot zover het winterweer, want daar is voor ons echt geen sprake van. Wij hebben te maken met redelijk zacht weer, rustig weer. De lijnen van gelijke druk liggen ver bij elkaar vandaan. Dat betekent dat er weinig wind staat. Hoge druk ver weg, lage druk ook over de oceaan in het zuidoosten van Europa. En in het zuidoosten van Europa vallen ook morgen nog stevige buien. Datzelfde geldt ook nog wel voor Portugal. Spanje is het grotendeels droog. En dat lage drukgebied zakt eigenlijk een beetje af richting de Canarische eilanden. En daar is het dus behoorlijk onstuimig weer. In onze omgeving blijft het maar rustig. Ik heb wel het vermoeden dat de wolken die we gehad hebben, die heel hardnekkig geweest zijn, dat die allemaal wat dunner worden en dat de zon wat vaker schijnt. En dan hebben we het in Europa over temperaturen in het zuiden van een graad of 19, 20, in het noorden van vorst, in Lapland dan in ieder geval, en in onze omgeving nou, rond een graad of 10. Eerste nacht, en dat is op zich wel een speciaal geval, want op sommige plaatsen klaart het heel even op. Dat is maar heel lokaal, maar dan zie je de temperatuur meteen behoorlijk onderuit gaan. We hebben zelfs al vorst aan de grond gehad in Groningen. Daar was eventjes een opklaring, die is nu weer even weg, zo zie je de temperatuur weer wat oplopen. Maar klaart het even op, dan is het dus meteen frisser onder de wolken vannacht, temperaturen van een graad of 6. Dan gaan we naar morgen. En morgen, als gezegd, is wat meer zon dan vandaag. Toch nog ook wel vrij veel wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt een graad of 9 en er staat niet heel veel wind. De dagen die volgen, ietsjes veranderend. Vrijdag al wat meer bewolking. Later op de dag misschien wat lichte regen. Regenkans is zondag wat groter, maar in het weekeinde is het wel weer vrij zacht. Met een graad of 11. Dit was het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Tientallen vertrouwelijke documenten van de politie hebben op internet gestaan, zoals onderzoeken naar moordzaken en criminele organisaties. De politie heeft 1 medewerker op non-actief gesteld. Straks in Nieuwsuur, de onduidelijkheid voor mensen met ernstig zieke kinderen met een persoonsgebonden budget blijft voortduren. Hoe ver gaan die budgetten dalen? U ziet het om 10 uur op NPO 2. Ik wens u nog een heel mooie avond.